President Santokki merkte op dat er met publieke en private samenwerking meer bereikt kan worden. In dit kader heeft de regering het voor diaspora-investeerders mogelijk gemaakt om makkelijker in Suriname te investeren via beurzen. Het staatshoofd erkent dat veel Surinamers in de VS regelmatig personen in Suriname steunen en dat zij bereid zijn meer te doen indien het land zich structureel beter organiseert. Hij stelde daarom ook voor om een werkgroep van diaspora in New York op te richten die via de permanente vertegenwoordiging van Suriname bij de VN kan samenwerken met het Diaspora Instituut in Suriname. Het Citizenship by Investment Program is momenteel in voorbereiding. President Santokki sprak ook over zijn recent bezoek aan het Afro-Caribbean Trade and Investment Forum in Barbados. Investeringen, vooral in onze landbouw, zijn noodzakelijk. Regeringen moeten ernaar streven om duurzame economische integratie en samenwerking te bevorderen ten behoeve van de volkeren van beide regio's. We moeten voedselveiligheid garanderen en Suriname kan dit voor veel landen omdat we over land daarvoor beschikken. We hebben de investering, de kennis en kunde en de tools van onze diaspora-familie nodig, gaf het staatshoofd aan.